hartelijk welkom op deze feestelijke dag in dit huis van God. Hartelijk welkom samen rond Tirza en Gert-Jan. Opnieuw in dit huis waar de eeuwen door de geslachten van der Plas en Haasnoot zijn gekomen. Hier is gedoopt, hier is getrouwd, hier werd gerouwd. In dit huis worden woorden van God gedeeld. Ook op deze feestelijke dag. Het is het verlangen van Tirza en Gert-Jan dat hun huwelijk, dat zojuist is voltrokken door de ambtenaar van de burgerstand, in dit huis wordt ingezegend. En zij stellen het bijzonder op prijs dat u, dat jij en dat ook u thuis of op zee, en degene die dit betreft, die weten precies aan wie ik nu denk, dat je verbonden bent met dit moment. Ter inleiding op deze dienst zingen wij het lied Wees stil voor het aangezicht van God. Wij doen dat voor zover u in de gelegenheid bent staande. Daarna is het een moment stil. De stilte maakt het ook mogelijk om te bidden. En zo bereiden we ons voor op het vervolg van deze dienst. Wees stil voor het aangezicht van God. Op deze feestelijke dag verwachten wij onze hulp van de Heere, onze God, die in het begin hemel en aarde heeft geschapen, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn hand nooit loslaat. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God, onze Vader, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Het zal je niet verbazen, het gaat vanmiddag over liefde. Dat is natuurlijk het trefwoord op deze dag. Echter, het is ook het woord in het woord van God. Eens zei de Heer Jezus, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wij gaan zingen uit Psalm 146. Een prachtig lied om de Heere God te prijzen.
God die trouw blijft van generatie op generatie, zelfs het laatste geslacht. Wij zingen deze psalm, de drie coupletten die u vindt afgedrukt in de liturgie, op de melodie van Johan de Heer. Dat betekent dat ook steeds de laatste regel van ieder couplet weer wordt herhaald. Maar ook omheen kijken, u kent allemaal die melodie en je kent ook deze psalm. Dus dat zal, denk ik, bijna vanzelf gaan. Psalm 146. Als ik heel persoonlijk mag zijn, dat van die generaties, die geslachten, ervaar ik in een gebouw als dit altijd heel bijzonder. Waarom zeg ik dat? Nou, wij zijn niet zomaar de eersten samen in de naam van Jezus. Daar gaan al die generaties ons ook aan vooraf. Tuurlijk, je kunt denken aan de generaties Haasnoot en Van der Plas. Maar het begon eens in Jeruzalem. Mensen rond Jezus. En kort na het ontstaan van de kerk hebben mensen de inhoud van het geloof kort en bondig samengevat, genoteerd in 12 regels voor wie vertrouwd is met de traditie van de kerk, de apostolische geloofsbelijdenis. Daar stemmen we ook vanmiddag mee in en daarna zingen wij uit Gezang 208 vers 13. Gezang 208 vers 13. Ik nodig u en jou uit om in stilte mee te spreken met de stem van het hart. En ik hoop dat we dat oprecht doen en dan zeggen we: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren werd uit de Maagd Maria, die geleden heeft,
Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die neerdaalde in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden en daarna is opgevaren ten hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Nu vragen wij de Heere God om zijn zegen. Wij bidden vooral om de leiding door zijn geest. Laten wij samen bidden. Heere onze God, Vader in de hemel. U danken wij op deze feestelijke dag. Nu wij mogen komen in uw huis. Want uw huis is een huis van gebed. En om uw aangezicht te zoeken, om uw zegen te vragen, zijn wij vanmiddag hier. Heere onze God, u bent ook de God van Abraham en Sarah. En de God van Isaac en Rebecca. En eens heel lang geleden heeft u het huis van Israël gezegend zoals u hebt beloofd. Eeuwig blijft u echter trouw aan uw verbond. En nu bidden wij u, ligt straks ook op dit bruidspaar zegenend uw handen, opdat zij samen verenigd in liefde en trouw vanuit uw verbond mogen leven. Leg uw hand op hen en stel hun huis onder uw hoede. Laat uw vriendelijk aangezicht voor hen uitgaan als een licht dat straalt over hun pad. Ja, zie in goedheid op hen neer. Geef hun vrede op al hun wegen. En vervul hen met uw Heilige Geest, opdat zij straks uw zegen mogen ontvangen in een gelovig hart door Jezus Christus onze Heer. Heer, we bidden het u niet alleen voor Gert-Jan en Tirza, maar voor ons allen, geef aan ons uw geest, zodat ons allemaal laten leiden door uw woord. Richt onze gedachten op uw goedheid en trouw die u bewijst van generatie op generatie aan allen die u liefhebben en uw heil verwachten. Stimuleer ons in geloven, zodat het spoor gaan van Christus. Geef uw zegen in de kerk, geef uw zegen thuis, geef ook uw zegen op zee, als wij nu door middel van de techniek op deze dienst zijn afgestemd en ingelogd. Wil op deze dag het licht van uw woord voor ons allemaal ontsteken, opdat wij in geloof de weg mogen zien die u ons wijst door de Heer Jezus Christus. En tegelijk, heren, nu wij hier zijn, wij geven ere toe. Wij zijn ook kwetsbare mensen. Mensen die heel veel presteren, maar ook mensen die voortdurend falen. Wij bidden u om vergeving van onze zonden en om verzoening van onze schuld. We zeggen dat niet gemakzuchtig, maar in een diep en dankbaar besef dat u liefdevol en genadig naar ons toekomt in Christus. We zullen het straks horen. Concentreer ons ook wat dit betreft helemaal op hem. Trek ons in zijn spoor van oud tot jong. Wij bidden u dit in vertrouwen dat u ons hoort in zijn naam. Amen. Wij lezen de Bijbel en je vindt de tekst afgedrukt in het programmaboekje in de taal van de kerk, de liturgie.
Uit een van de brieven van de apostel Johannes, waarschijnlijk gericht aan de gemeente in Efeze, waar hij ook actief is geweest. Wij lezen een fragment uit hoofdstuk 4. 1 Johannes 4. Geliefden, laat elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in de liefde blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en vrees niet, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij dan God lief hebben, die hij niet gezien heeft? Dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Tot zover lezen wij vanmiddag een fragment uit die eeuwenoude brief van Johannes. En dit stond bij wijze van spreken op jullie verlanglijstje. Afgedrukt in andere taal, maar met dezelfde betekenis op jullie trouwkaart. Ik kom er straks nog uitvoerig op terug. We staan er straks bij stil in de verkondiging. Vers 16, die lees ik nog eens. Wij hebben de liefde van God, die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem of haar. Dat lezen we meteen natuurlijk mee. Dus ik speel er zo meteen wel mee. We gaan zingen ter inleiding op de verkondiging. Typisch zo'n tempellied, ook een lied voor dit huis. Je bent hier gekomen, maar je zult straks ook dit huis weer verlaten. Dat is zeg maar ook de wat modernere uitleg bij deze psalm. Een dichter die kijkt om zich heen nadat hij in de tempel in het huis van God is geweest. En rondom Jeruzalem liggen bergen, dat is ook een regel uit de psalm. Hij ziet die bergen, die heuvels. Daar zit ook gevaar in. En dan vraagt hij zich af, hoe kom ik ooit thuis? Waar komt mijn hulp vandaan? En dan komt de priester naast die pelgrim staan, alsof hij even de hand op de schouder legt. Of gezien wat er straks gebeurt, hand op een hoofd, zegenend. Mijn hulp is van de Heer, maar hij zal jullie bewaren. Een prachtig lied voor de bergen. Zeg ik ook nog niet te veel over, kom straks. Psalm 121, die zingen we in de berijming van 1967, vers 1 en 4.
De kerk heeft zo zijn eigen gebruiken, hè? Knisper, knisper, knisper. Zusters en broeders, aansluitend op de verkondiging, ja, zingen wij een berglied. En dan zeg ik met een knipoog, en ik kan Anton net niet zien, maar die moet je eigenlijk natuurlijk zingen onder begeleiding van een alpenhoorn. Dan komt hij helemaal tot zijn recht. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Ja, Anton heeft een heel repertoire aan registers, dus we zullen ons zo meteen laten verrassen. We zingen in ieder geval aansluitend gezang 143. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Gemeente, familie, vrienden, Gert-Jan, Tirza, geliefden. Zo begint Johannes. Geliefden, we zijn dat woord al een paar keer tegengekomen. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En dan moet je weten dat Johannes op deze manier de lezers van zijn brief aanspreekt. Toen, heel lang geleden, even afgerond, bijna 2000 jaar terug. Maar ik neem vanmiddag meteen aan dat wij ook tot die lezers behoren. Eenvoudigweg, omdat we vanmiddag hier zitten en deze brief lezen. Geliefden. Geliefden, dan zou je natuurlijk bijzonder kunnen denken aan Gert-Jan en Tirza. Want we zijn vanmiddag samen om hen heen. Gert-Jan die houdt van Tirza en Tirza die houdt van Gert-Jan. Ze hebben elkaar lief. Geliefden. Wat een aantal jaren geleden een beetje schuchter begon, dat krijgt vandaag een definitieve vorm. Geliefden, nou zo spreek ik jullie ook even aan. Geliefden, dat klinkt natuurlijk als een troetelnaam. Een koosnaampje. Tirza schrijft, en dan moet u weten, het is mijn gewoonte. Ik vraag bruidsparen altijd elkaar een brief te schrijven. Tegenwoordig is de reactie hebben we nog nooit gedaan. Mail is ook uit, maar een brief te schrijven. En ik kreeg van hen brieven. Maar we spreken daarbij af. Ze sturen die brief mij toe. En ik mag ook vrij uit die brieven citeren. Dus hoor je nou vanmiddag denken waarvan je denkt, hoe komt die erbij? Dan weet u waar dit vandaan komt. Kortom, Tirza schrijft, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Lieve Curly. Hoe? Kijk, dat is het. Maar dat klinkt natuurlijk veel intiemer dan geliefden. Vind je ook niet? Zeg het nog eens. Kijk, zo. Ik houd ontzettend veel van jou. Dat is natuurlijk taal van geliefden. Wat ben ik dankbaar, vervolg je dan, dat wij elkaar mochten ontmoeten. En dat ik genoeg doorzettingsvermogen had om jou aan de haak te slaan. Hoor je de verschillende taal, de taal van de liefde. Hoe was het ook alweer? Curly? Ja, kijk, heel mooi. Dat is de taal van de liefde. Dat laatste woord is natuurlijk visserslatijn. En nou ja, dat spreken we in Katwijk ook. Hè, aan de haak slaan. En dan vervolgt ze de aanhouder wint. Want na maar liefst 3 jaar met hoofdletters geschreven, ging jij eindelijk overstag en gingen wij op onze eerste date. Maar eerlijk is eerlijk. Toen ik eenmaal bij jou in de auto zat, was jij ook heel snel om. Laat ik maar verder niet meer over die ruitenwissers beginnen, voeg ze eraan toe. En dan voel je de nieuwsgierigheid natuurlijk al stijgen. En warempel, laat Gert-Jan dat natuurlijk wel doen. Heb je het trauma intussen kunnen verwerken van die ruitenwissers, hij vertelt. Ik kan me die eerste date nog goed herinneren. Overigens, qua aantal jaren zit er een verschilletje tussen. Want jij hebt het over 2 jaar en Tirza over 3 jaar. We gingen, ik ga verder, op in de gietende regen naar de film in Scheveningen. Ik had je opgehaald in de auto van mijn moeder, ik noem maar geen merken. En het begon op de Tjalmaweg wel heel erg hard te regenen. De stress nam toe, want ik wist helaas de ruitenwisser niet te vinden. Ja, dat niet alleen, dat was direct het moment dat ik echt besefte hoeveel indruk jij op mij maakte. Heeft u ooit gehoord dat het zo is begonnen? Hoe romantisch. Door ruitenwissers. Eerlijk gezegd, die kende ik nog niet. Jij wel, u wel natuurlijk. U hebt het verhaal van hen gehoord. En inmiddels is dit allemaal al wel 6 jaar geleden. En vandaag zijn wij in het eeuwenoude gebouw samen rond Gert-Jan en Tirza. Of zoals zij zelf zeggen, en daar verspreek ik me natuurlijk weer. Curly? Ja, Curly. Lieverd, dat krijg ik wat makkelijker uit. Maar in de taal van Johannes dus,
geliefden. En dan gaan we naar die brief. Want Johannes die spreekt ons niet zomaar aan op onze kwaliteit. Een charmant of zo. Een zuiver karakter. Positiviteit of juist rustgevend. Om zomaar wat eigenschappen te noemen die al snel voorbij komen als je vraagt naar karaktertrekken van mensen. En hoe gaaf sommigen ook zijn, laten we natuurlijk niet gering overdoen. Want Gert-Jan noteert ondertussen wel, jij bent een ongelofelijke lieve en knappe meid. Ik ben ontzettend dankbaar met jou in mijn leven. En Tirza schrijft, je bent zo lief. Je bent zo behulpzaam en intelligent. Zo lief voor de medemens. Je denkt ook altijd aan een ander en bent super sociaal. Dat is natuurlijk allemaal heel mooi, nietwaar? Zulke karaktertrekken. En misschien dat je het jezelf nog niet eens zo bewust bent geweest. Want meestal worden ze natuurlijk door een ander in jou ontdekt. En als schrijven doet het allemaal een beetje denken aan Johannes. Niet alleen in de liefde mag Gert-Jan zich gelukkig wensen, schrijft hij. Ook in het geloof beteken jij bijzonder veel voor mij. En Tirza die herinnert zich vorig jaar, ook in dit huis. Een heel speciaal moment. Onze belijdenis. En dat we samen heel bewust mochten zetten. En het is nog steeds enorm waardevol voor mij. Nou, kort en goed, in dat perspectief, het perspectief van het geloof, schrijft Johannes. En dan zet hij erbij in hoe God naar mensen kijkt. Die regel hebben we ook gelezen en ik citeer even, je kunt het nu meelezen of vandaag of morgen thuis. Want hierin is de liefde dat God ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Kijk, dat is het. Dat laatste woord, dat zet ons neer. Daar zijn heel veel mensen niet van gediend. Dat vinden we zwaar en ouderwets. Maar ik zeg er openhartig bij, het is buitengewoon realistisch. Verzoening voor onze zonden, dat zijn wij. Kwetsbare mensen, tijdelijke mensen, vergankelijke mensen, zondaren. Maar let dan op, wie een beetje thuis is in de Bijbel, hoort in die strofen uit die brief van Johannes een echo uit, naar mijn idee, de bekendste Bijbeltekst waarmee we deze dienst zijn begonnen. En daarom had ik hem aangegeven. Woorden van de Heer Jezus in een gesprek met een theoloog. Je kunt het lezen in Johannes 3. Enfin, dat staat ook in de liturgie. Zo lief heeft God die wereld gehad. En nog, die kwetsbare wereld, die zondige wereld. Een wereld waar heel veel gebeurt. En daar hoeven we elkaar op deze feestdag zelfs niets bij uit te leggen. Maar zo lief heeft God die wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, prijsgegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Kijk, daar stuiten we op het hart van God. Het hart meteen ook van de liefde. En daar staat de Bijbel vol van. Je zou vanmiddag kortweg dit wel kunnen zeggen. Dat prachtige boek waarvan jullie straks ook een exemplaar krijgen. Die Bijbel is nu de liefdesverklaring van God aan mensen. En we hebben ontdekt mensen waar wel het een en ander aan hapert en mankeert. Ik laat het woord nog één keer vallen, dat woord zondaar. Dat betekent ook mensen die alle contact van nature met God verloren hebben. Maar zo bijzonder, God zoekt op. En niet omdat wij nou zo aantrekkelijk zijn, maar uit liefde. Hij laat een oogje op je vallen. Nou, dat lazen al bij monden van de profeet, zegt God ergens. Ik heb je lief gehad met eeuwige liefde. En dat is liefde, liefde die niet zichzelf zoekt, maar alles opgeeft en gunsten van de ander. Dat leren we van Paulus. En dan zegt Johannes vanmiddag, en dan komen we bij de tekst die op jullie verlanglijstje staat. Wij hebben de liefde van God leren kennen. Zo is het gegaan bij jullie. En daar hebben we hele mooie gesprekken over gehad. En ik zie er naar uit, we zullen nog hoop ik heel veel mooie gesprekken met elkaar krijgen. Want nou, u weet, we trekken al een paar jaar ook met elkaar op. Maar zo ging het bij jullie, van huis uit, meegegeven. Dat is zo gaaf, hè? En onder andere op deze plek, mag ik het zo zeggen, in de gemeente van de Heer Jezus Christus overgeleverd. En gaandeweg... sloeg die vonk van die liefde van God over in je eigen hartje. Nogmaals, ik proef het in de gesprekken die we regelmatig voeren.
En daarom sloeg ik toch ook nog even de Nadense Bijbel erop na. U mag weten, de Tirza heeft een hele mooie Bijbelvertaling. Heb je nog iets voor een feestdag of zo, dan zou je die kunnen vragen. Prachtige vertaling, door een collega geschreven en uitgegeven in Naarden, vandaar de naam. Maar die Nadense Bijbel drukte het nog sterker uit, het origineel. Dat ontdekte ik toen ik me hierop voorbereidde. Want daar staat letterlijk, wij hebben leren kennen en zijn gaan geloven de liefde die God bij ons onderhoudt. Dat is mooi, hè? Van lieve leegheid dat meer voelen en beleven en ervaren. Fantastisch. Nou, ik ga niet alles verklappen, maar ja, ik hou mijn hartje ervan op als we elkaar zo ontmoeten. Dat tintelt ook weer van die liefde van God. Kijk, en dan proef je allemaal wel dat die liefde veel en veel meer is dan louter romantiek. Nou ja, die al dan niet ontstaat in de gietende regen. Achter ruitenwissers die weigeren. En uitgerekend door die liefde spreekt Johannes ons vanmiddag aan. Die lezers en geliefden. En dan mag je die liefkoosnaampjes, die troetelnaampjes van jullie weer gebruiken. En dan schrijft Johannes verder. Woorden, ik herhaal die dus op jullie verlanglijstje stonden, op deze prachtige trouwkaart. God is liefde en wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen. We vertrouwen erop. En wie blijft liefhebben, die blijft in God. Dat is een korte vertaling, want letterlijk staat er echt letterlijk. God, wie blijft liefhebben en blijft één met God. Wie blijft liefhebben, blijft in God en God in hem of haar. Dat zult u me niet kwalijk nemen. Hè? Kijk de zusters aan, die hoort er nog helemaal bij. Dus vandaar dat inclusieve, zeggen we tegenwoordig, man en vrouw. Maar dan hoort allereerst een belijdenis. Woorden die ook nog wel eens andere reacties oproepen. Ik sta er vanmiddag ook eerlijk bij stil. God is liefde, dat is een schitterende belijdenis. Daar klampen jullie aan vast. Maar tegelijk wordt het ook nog eens betwijfeld. En je kent de reacties wel van mensen die je ontmoet. Misschien borrelt die reactie gewoon wel vanmiddag bij jou op. Als God dan liefde is, waarom? Nou, dan weten mensen tegenwoordig een hele catalogus op te sommen. Wat er allemaal aan hapert. Waarom? Misschien zit je wel persoonlijk met je gevoel, je idee, die ziekte. Het is mooi om vandaag te trouwen, maar met die scheiding. Als God dan liefde is, waarom? Mijn kind. Dat opviel. Als God dan liefde is, waarom 1500 kilometer hier vandaan zo'n afschuwelijke oorlog? Als God liefde is. Maar Johannes die zegt, ik heb die liefde van God gezien. En die liefde die houdt zelf stand in alle mogelijke belabberde omstandigheden. Johannes is getuige geweest van die liefde. En je zou dit wel kunnen zeggen, kort samengevat. Die liefde die schittert nu uitgerekend aan een kruis. Dat werd opgericht op Golgotha. Je zou in de beeldspraak vandaag dit wel kunnen zeggen. Als het gaat om die liefde die tintelt en gloort en schittert juist in de aller diepste ellende. Dat is het kruis. En als je het dan wilt uitbeelden. Nou ja, ik zou een tekeningetje maken en ik zou het jou vragen. Jou bijvoorbeeld. Nou, misschien doe je het af en toe op school. Ik zal even voor jou zo tekenen. Hartje, pijltje erdoor. En dan zou je in hun geval natuurlijk kunnen zeggen. Rood hartje, Tirza en Gert-Jan. Nou, de Heer de God die tekent, ja, die doet het wel vanuit zijn hart. Maar die tekent het nou juist vanuit het kruis. God naar deze wereld. Liefde midden in al die ellende. Waarbij je vaak niks van begrijpt. Maar daar middenin heeft hij het kruis opgericht uit liefde in Jezus. En we worden uitgenodigd daarop te vertrouwen. Bij alle feilen en falen, bij alle onzekerheid die ze ook zomaar een meester van je kan maken. Liefde. God is liefde. En dan ontbreekt vanmiddag de tijd, maar herken je een beetje die typering van die unieke liefde van God. En ga je er ook mee akkoord? En ik bedoel dan eenvoudig mee, keer je nou iedere keer weer om naar die liefde in de taal van de Bijbel, bekering elke dag. Of nog anders uitgedrukt, dan ga je ermee akkoord. Dat is wat mij betreft vanmiddag gewoon synoniem voor geloven. Vertrouw je er ook op. Leeft het echt?
geloven en kennen. Dat zijn woorden die hier vallen. En dan, puur vanwege de tijd, onlosmakelijk hiermee verbonden, accentueert Johannes dan dat tweede aspect. Wie nou in de liefde blijft, die blijft in God. En God blijft in hem of in haar. Kijk, dat eerste, God is liefde, dat zou vanmiddag de belofte willen noemen. En het tweede, er nou mee verbonden, zou ik vanmiddag de opdracht willen noemen. Samengevat in één woord, dat hier een paar keer valt, blijven, blijven, blijven. En blijven, dat is kortom het tegenovergestelde van weggaan of weer vertrekken. Blijven in God, dat is ook blijven in de liefde. En ik voeg er meteen aan toe, ook omgekeerd. Blijven in de liefde is blijven in God. Maar ook in God blijven, dicht bij God blijven, is ook blijven in die liefde. Johannes die signaleert als het ware een soort aparte, bijzondere wisselwerking tussen die twee. Als God blijft, nou ja, blijft dan ook zelf. Wie blijft in de liefde, blijft in God en omgekeerd. Blijven. Nou ja, dat ontdekt Johannes ook. En dat is ook zo'n mooie regel. Daar staan we vanmiddag verder niet bij stil. Maar wij hebben nou lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Tirsa en Gert-Jan. Ik durf het nou niet meer te zeggen, want het gaat iedere keer fout. Maar de koosnaampjes, geliefden, vrienden. Laat daarom de Heer elke dag weer je leven vullen, vooral je liefde vullen. En je zult het ervaren, echt waar. Ook als het wel eens belabberd is. Ook als je er voor je gevoel misschien wel eens alleen voor staat. En dat voelt Gert-Jan als hij schrijft. Je hebt me ook vaak moeten missen. Onder andere door mijn stages in de visserij en de bagger. En tegenwoordig de jaarlijkse haringperiode in Noorwegen. In deze periode werd onze relatie alleen maar sterker. En was je echt tot steun. En Tirsa die geeft toe dat dit een relatietest is geweest. Weet je, volgens het Hooglied kunnen veel wateren de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Nou, waar de liefde van God het voor het zeggen heeft, waar je deelt in die liefde van God, daar gebeuren ook wonderen. Dankzij zijn liefde. Je mag ook denken aan een ander lied dat jongelui nog wel eens zingen. Ik heb je nou lief met de liefde van de Heer. Want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. Blijf. Blijf samen. Blijf bij God. Laat hem elke dag weer die liefde geven. En als je dan goed kijkt, dan zie je eigenlijk een soort driehoeksverhouding. Daar moet je normaliter nooit aan beginnen. Maar in dit geval is het heel zegenrijk. God en jij en ik. Of ik en jij en God. Of ik en God en jij, al naar gelang je het invult. Samen in de naam van Jezus. En wat zul je dan een mooie dingen beleven. Zoals jullie, en dan ronden we van lieve Lee af. Zoals jullie hele mooie dingen beleven. En daar kom ik bij deze fantastisch mooie kaart. Door Tirsa zelf ontworpen. Weet je, op bergen en in dalen. Waarom? Nou, dat schrijft Tirsa, dat is onze favoriet. De Alpen, die hebben een speciaal plekje in ons hart. Nou ja, goed, ik ben natuurlijk altijd bezig met het woord opdracht. Om elke dag even bij stil te staan. Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen erop. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem en in haar. En denkend aan jullie troetelnamen, ronden we nu af. Geliefden, veel liefs van God. Amen.
Wij lezen nu het huwelijksformulier. Want we zijn hier vanmiddag samengekomen voor het aangezicht van God rondom Gert-Jan van der Plas en Tirza Haasnoot, om samen met hen Gods zegen te vragen voor hun huwelijk. Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God zelf is ingesteld als een verbond voor het hele leven. Hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld als man en vrouw. En hij zei: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen samen één zijn. En ik voeg er tegenwoordig ook aan toe, daarom zal ook een vrouw haar ouders verlaten en haar man aanhangen. En samen zullen zij één zijn. En de Heer Jezus Christus die voegt hier aan toe: wat God heeft samengevoegd, dat zal de mens niet scheiden. De apostel Paulus noemt dit een groot geheim. Hij beschrijft de eenheid tussen man en vrouw als een afspiegeling van de eenheid tussen Christus en de gemeente. Daarom zal men het huwelijk niet lichtvaardig aangaan, maar in dankbaar besef voor wat God met deze inzetting bedoelt. En bij alle tegenspoed en verdriet die ons ook in het huwelijk kan overkomen, mogen wij vertrouwen op de hulp en, we zeggen vanmiddag, de liefde van God, die hem er zelf het huwelijk heeft gegeven. Omdat jullie in jullie huwelijk zullen leven onder de beloften van God naar zijn geboden, willen wij nu gaan zien met welk doel God het huwelijk heeft ingesteld. Het doel van het huwelijk is in de eerste plaats dat man en vrouw in liefde verbonden werkelijk één zullen zijn. Zij behoren elkaar toe om elkaar geluk te schenken en om elkaar trouw te steunen en te helpen in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Het tweede is dat man en vrouw als instrumenten in de hand van de Schepper zullen meewerken aan de voortgang van het menselijk leven. Wanneer hun de zegen van kinderen geschonken wordt, zullen zij een christelijk gezin vormen, een bouwsteen in de gemeente en de samenleving. En ze zullen allen die onder hun dak gastvrijheid vinden, voorgaan als leerlingen van Jezus Christus. Het derde is dat het geschenk van de seksualiteit binnen het verbond van het huwelijk heilig, dankbaar en in geborgenheid genoten zal worden. Ons lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest. Vervolgens zullen jullie ook weten in welke verantwoordelijkheid God jullie beiden heeft geplaatst. Gert-Jan, heb als bruidegom je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Zoals Christus het hoofd van de gemeente is en zich volledig inzette voor haar heil, zo ben jij het hoofd van je vrouw, om haar vol liefde te dienen, te leiden en te beschermen. En Tirza, God heeft jou als bruid aan je man verbonden, zoals de gemeente aan Christus verbonden is. En zoals de gemeente haar Here lief heeft, dient en volgt, zo zul jij je man liefhebben, helpen en respecteren. En beiden zullen jullie overeenkomstig het gebod van God met trouw en toewijding jullie taak verrichten. In vertrouwen op God zul je goede zorg besteden aan je gezin, opdat allen die aan jullie hoede worden toevertrouwd daarvoor dankbaar zullen zijn. Vergeet daarbij niet dat jullie gezin deel uitmaakt van een grotere gemeenschap. Je draagt dus ook een bredere verantwoordelijkheid voor de medemens in nood, voor de kerk en de maatschappij. En tenslotte, blijf trouw en teder met elkaar omgaan. Sluit je hart nooit voor elkaar af, want dan kun je niet meer bidden. Blijf elkaar zien als kinderen van God, geroepen tot eeuwig leven. Wij zingen nu met elkaar Psalm 100. Een appel om te juichen voor de Here. In vers 4 staat een, kijk de kinderen aan, een woord dat je nog niet vandaag gebruikt hebt, toch? Dat woord goede tieren, heb je dat vandaag gebruikt? Naar papa en mama of zo? Oh papa, oh mama, mama zit erbij. Wat ben je goede tieren vandaag?
Dat zeg je helemaal niet, hè? Gisteren ook niet. Jij ook niet, hè? Eergisteren ook niet. Nou, ik zal even klappen. Rabbijnen die vertalen dat oude Bijbelwoord met liefde. In de originele taal, dat mag je vergeten, staat het woord geshet, liefde. Want liefdevol is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Wij zingen Psalm 100. Vind ik ook altijd een ontroerend gezicht. Hè? De bruidsmeisjes die vallen in slaap. En meestal als ze wat ouder worden, kinderen, dan mopperen ouders wel eens. Je hoort in de kerk niet te slapen, maar is dat nou een predikant die af en toe wel eens zegt van, je kunt beter slapen in het huis van God, dan bij wijze van spreken slapen hier in de duinen. En daar bedoel ik mee, zo in de gunst van God, dan kun je beter rusten. Toch? Dan, we gaan verder. En ik zal proberen ze niet wakker te maken. Niet zo, nee, daar zeg ik het ook helemaal niet op. Geliefden, mag ik jullie vragen op te staan. Elkaar de rechterhand te geven. En antwoord te geven op de vragen die ik jullie stel. Allereerst Gerrit-Jan van der Plas. Beleid jij hier voor God en zijn heilige gemeente. Dat je als je wettige vrouw uit de hand van God wilt aanvaarden. Tirza, Wilhelmina, Dominique
haasnood. En beloof je dat je haar trouw zult blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden of tot op de dag dat Christus weerkomt. Dat je haar zult liefhebben en dienen, leiden en beschermen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is hierop, Gert-Jan, voor God en zijn heilige gemeente? Jouw antwoord. Ja. En Tirsa, Wilhelmina, Dominique, haasnood. Beleid jij hier voor God en zijn heilige gemeente dat je als je wettige man uit Gods hand wilt aanvaarden, Gerrit Jan van der Plas? Beloof je dat je hem trouw zult blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden of tot de dag waarop Christus weerkomt? Dat je hem zult liefhebben en dienen, helpen en respecteren. Overeenkomstig het heilig evangelie, wat is hierop Tirsa voor God en zijn heilige gemeente? Jouw antwoord. Dan gaan we over tot de inzegening van het huwelijk. Ter inleiding zingen wij uit Psalm 134 vers 2. Ondertussen knielen Gert-Jan en Tirsa neer. En ik vraag u en jou vriendelijk, voor zover het mogelijk is, om, nadat ik het woord amen heb uitgesproken, te gaan staan en dan de wens uit het derde vers toe te zingen. Dat is Heeren zegen op u daalt. Dus ter inleiding Psalm 134 vers 2 en na de inzegening vers 3. Geliefden, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Wij hebben de liefde van God gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem en haar. Om Jezus wil. Amen. Gert-Jan en Tirsa, we hoorden de Heer Jezus al zeggen, wat God samenvoegt, dat zal de mens niet scheiden. Amen. Je mag even gaan zitten en ik geef nu graag het woord aan broeder ouderling Jan van Rijn.
even naar de regel kijken. Ogenblik. Ja. Mag ik de oma's hartelijk feliciteren. En ook de ouders. En alle andere bekende mensen. Met de inzegeling van het huwelijk. Van, moet ik even naar de namen kijken. Gert-Jan was het. En Tisa. Tisa. Goed. Bruidspaar. Ik mag jullie zo meteen, ik mag nog een woord zeggen. Vanwege de Andreaswijk. En namens de kerkraad, Andreaswijk, zoals u weet. Ik ga het beginnen om te zeggen, bruidspaar, hoe zouden wij nou God leren kennen? En hoe zouden wij God leren erkennen in ons leven? Als wij dit woord niet hadden, toch? Nou, de Heere openbaart zich, zo zegt onze geloofsbelijdenis, in de schepping. Dat is waar, zeker zo. Maar dan toch in het bijzonder in dit woord. Daarin leren wij hem kennen. In de Zoon van zijn liefde, de Heer Jezus Christus. En daarom mag ik jullie zo de Bijbel overhandigen. En jullie oproepen om deze Bijbel te lezen. Biddend te lezen. Maar ook om echt dat doel te lezen, om daarin hem steeds dieper te leren kennen. Want omdat de Heer door zijn woord en door zijn geest zichzelf aan ons bekend wil maken, in zijn grote genade, in de vergeving van onze zonden. Bruidspaar, Gert-Jan en Tisa, ik hoop dat deze Bijbel een centrale plaats krijgt in jullie woning. Ik meen gelezen te hebben in de Piet Heijnlaan. Twee, doet er niet toe. Oké. Dat hij een centrale plaats krijgt in de woning. Zodat hij veel gelezen mag worden. En daar twijfel ik niet aan. Als ik dat allemaal zo gehoord heb van de predikant, dan oké. En dat er ook tijd voor mag zijn. We leven nou eigenlijk allemaal in een jachtige tijd. En we denken we gauw. En daar ben ik ook een beetje debat aan. Het komt later wel. Dat gebeurt gewoon. Dat is ook zo. Het is geen reclame van mijzelf dat ik dat zeg. Maar het is zo. Anders zou ik een leugenaar zijn. Dus het lezen van de Bijbel kan op de tweede plaats komen. En daar moeten wij voor werken. Daar moeten wij echt voor werken. En denken dat we niet gaan denken. Er is nu nog te weinig tijd. We stellen het even uit. Ik hoop dat hij jullie de Bijbel laat spreken en dat hij voorrang krijgt in de woning en in het gezin. Het is een getrouw woord, zonder meer. En je kunt er van de baan. In het leven, maar ook in het sterven. Het is de aanneming altijd waardig wat erin staat. Want het spreekt in het Oude Testament over de komst van het Lam. En in het Nieuwe Testament spreekt hij het Lam, Christus, het Evangelie. Hij die in de wereld gekomen is om zondaren, ons zondaren, zalig te maken. Wij wensen jullie en van harte een hele gezegende toekomst toe. Namens de kerkenraad van de Andreaswijk en namens ook mijzelf. Nou probeer ik de Bijbel aan jullie te geven. Neem me niet kwalijk. Oh, maar Jan, dat gaat toch goed? Ja. Wij zingen nu wat ik altijd noem het lied van het woord. Kinderlied zou zijn, hè? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wij zingen, ik zou zeggen, de originele versie, Psalm 119, vers 53. Het woord is een licht en een lamp.
Wij gaan samen danken en bidden en ik nodig jullie, Gert-Jan en Tirza, opnieuw uit om te knielen voor het aangezicht van God. Als je Bijbel leest, en dat doen jullie, dan zal je opvallen. Hè? Heel vaak is er sprake van dat mensen vallen ter aarde, ze maken zich klein om zo met de Heere God te spreken. Ik hoop oprecht dat dit moment het begin markeert van een levenslange traditie. Dat je niet alleen met elkaar veel in gesprek bent, maar ook samen in gesprek bent met de Heere God. Kniel neer voor zijn aangezicht en laten wij gezamenlijk danken en bidden. En voor zover mogelijk samen dan ook tenslotte het gebed van Christus bidden. Onze Vader, hardop. Vader in de hemel, u danken wij voor de leiding en zorg, voor uw goedheid en trouw, ook besteed in het leven van Gert-Jan en Tirza. Wij danken u dat u hen bij elkaar hebt gebracht om samen man en vrouw te zijn. Wij danken u dat u over hun weg uw zegen wilt geven. Eens kwam de Heer Jezus op een bruiloft en gaf daar een teken van uw koninkrijk. Wij bidden u, wil ook voor dit bruidspaar het water van het alledaagse leven omvormen tot de tintelende wijn van uw koninkrijk. Fonkelend van vreugde en vol van uw vrede en liefde. Schenk Gert-Jan en Tirza daartoe elke dag uw Heilige Geest. Geef dat zij zich in vreugde en verdriet voor tijd en eeuwigheid geborgen mogen weten in uw genade en trouw. Met Gert-Jan en Tirza zeggen wij u hartelijk dank voor de ouders die zij van u hebben ontvangen. Wij danken u voor alle liefde en zorg die door hen en door anderen, we denken vooral ook aan grootouders in ons midden en oma van Duin die nou thuis verbonden is en ook alles ziet. Voor alle zorg die door hen ook in hun leven is geïnvesteerd. We danken u voor goede contacten in de kring van familie en vrienden. En al biddend weten we ons ook nu verbonden met Roel ergens op zee. Breng hem ook weer veilig thuis. Heer, op deze dag van feest en dankbaarheid bidden wij in het bijzonder voor alle mensen die in hun huwelijksleven zijn teleurgesteld. Of voor allen die nooit een levenspartner hebben gevonden. Of voor hen die hun man of vrouw zijn kwijtgeraakt aan de dood of aan het leven. O God, geef dat zij niet eenzaam zullen zijn. Laat hen bovenal bij u, barmhartige Vader, hun toevlucht mogen vinden. Heren in de hemel, wij bidden uw zegen in deze wereld, op deze aarde. Bidden u hartstochtelijk om vrede. Bidden u voortdurend om voeding. En de wereld die verward op tal van fronten. Mensen zijn vaak op drift. O God, houd het werk van uw hand in stand. Laat het niet varen. Gedenk Israël, waarmee u uw verbond hebt gesloten. En laat Jeruzalem de stad zijn van Shalom. Zeker vandaag, maar ook alle dagen die ons geeft. Wil ons vandaag sparen en bewaren. Er zijn er onder ons die hebben een reis gemaakt om hier te zijn. En vanavond keren zij ook terug. Breng ons dan veilig waar we thuis horen of waar we worden verwacht. En wat dat laatste woord betreft, misschien snijdt het ons door het hart, want we komen al thuis. We willen dan ook zijn, Heren, met uw liefde in de geest. Gaat u zo met ons mee door bergen en door dalen. Waar u bent, trouw aan uw belofte. Trouw aan uw liefde. Bewaar ons waar wij ook gaan. Al zien wij soms als een berg tegen dingen op. Ten slotte, Heren, dank u voor wat u geeft. Hoor ons bidden. In hem die uitdrukking is van uw liefde. In de naam van de Heer Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten.
deze feestelijke dag mogen wij ook een offer geven. Dat is straks mogelijk bij de uitgang bestemd voor het kerkenwerk van Hervormd Katwijk. De voortgang van het evangelie in het dorp zo aan de kust van Nederland. U kunt geven, u kunt ook door middel van de barcode die erbij ligt digitaal geven van harte aanbevolen. En voor nu tenslotte, wij zingen een heel bekend zegenlied van Matt Redman. Opwekking 733. De zon komt op, maakt de morgen wakker. 10.000 redenen voor dankbaarheid. Wij zingen dit voor zover mogelijk staande. Jij bent er getuige van geweest
dat de zegen van God is gegeven aan Tirsa en Gertjan. Misschien denk je wel, wauw, dat is mooi, gaaf. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen, die zegen van God. Nou, ik heb een verrassing. Want u en jij mag van hier gaan, onder de zegen van God. Ik wens u en jou een heel feestelijke dag. Aan het einde van deze dag ook een behouden, veilige thuiskomst. En ook daarna een door God gezegend leven. Ontvang zijn zegen en deel zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.